De bond bij de Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, kreeg gistermiddag middels een deurwaardersexploot de opdracht om de ingangen van het gebouw vrij te maken. Niet alleen de SVS, maar ook andere afdelingen van het ministerie van SOSAVO zijn in het gebouw gehuisvest. Adelio Vrede, directeur van Volkshuisvesting, zegt dat vaker aan de bel aan de bond is gevraagd om de ingangen vrij te houden. We waren voorbereid om eigenlijk onze voorstellen, het bod, aan hem te presenteren, maar hij persisteerde. Hij vond dat we eigenlijk op zijn locatie moesten gaan, OE. Ik stelde hem voor, of ik hield hem voor van, kijk, mijn materiaal zit binnen. En ik bedoel van, als we in de onderhandeling zitten en op een gegeven moment heb ik additioneel materiaal nodig of informatie, dan moet het voor hand liggen. Dus maar hij heeft toch geweigerd. En op een gegeven moment heeft men toch ook gevraagd, als ik het bod heb, dan kon ik het gelijk daar doen voor in van het gebouw. Wat we eigenlijk natuurlijk hebben verworpen, omdat dat is niet de manier waarop we zaken willen doen. Vrede wilde de hoogte van het tegenbod niet prijsgeven, maar gaf aan dat het in ieder geval niet in de buurt is van de eis van de bond. Hij zegt dat het tegenbod van de stichting financieel verantwoord moet zijn. Intussen heeft de directeur de bemiddelingsraad geraadpleegd en de bond en de directie zijn opgeroepen om verder te onderhandelen. Hoewel de ingangen zijn vrijgemaakt, zijn de leden nog steeds in een sit-down actie.